Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik heb weer een nieuwe weekvlog. Woehoe, het is natuurlijk maandag. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je zin hebt in de video. Natuurlijk om mij te abonneren, de notificatiebel aan te zetten. En me te volgen op Instagram. Dit is gewoon @SarahVerwoerd. Ik laat super veel updates over mijn YouTube kanaal. En ja, wil je me gewoon meer stalken, check mijn Instagram. Ja, het is echt al super laat. Ik had vanochtend les. Toen had ik me 20 minuten verslapen voor mijn les. Dus ben ik les gaan volgen in mijn bed. Tot 12 uur. Toen heb ik even aan het logo gezeten van ons bedrijf. Want ik ben een eigen bedrijf aan het opstarten met mijn school. Dus toen ben ik even aan het logo gaan zitten en zo. Ik kan hem even laten zien. Toen ging ik douchen, omkleden, bla 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 bla. En nu is het alweer 3:30. Het gaat helemaal nergens over. Ik heb nog even geluncht met mijn ouders trouwens. Want die waren vandaag gezellig een dagje thuis. We hebben gewoon lekker een broodje gegeten. En toen dacht ik, oh my god, ik moet nog de vlog openen. Elke keer denk ik, ja, ik ga zo de vlog openen. Want dan wil ik eigenlijk filmen. Maar dan denk ik, oh nee, ik moet eigenlijk openen. Maar maakt het allemaal niet uit. Even kijken. Dit is het uiteindelijke logo geworden. Social Learn heet het. En wij gaan social media trainingen geven aan bedrijven. Dus heel erg leuk. Ja, het is echt koud weer, vies. Ik heb dit superleuke topje aan van Shein. Ik kreeg altijd heel veel vragen over deze. Hij is off the shoulder, zo. Ja, zo. En dan gewoon een zwarte flare. Gewoon lekker simpel. Ik heb vanavond weer een meeting over een projectje waar ik mee bezig ben hier in de buurt. Daar ga ik nog niks over zeggen, maar daar komen jullie binnenkort achter. Echt mega leuk. Ook kreeg ik heel veel vragen over de strips die ik gebruikte in mijn morning routine voor mijn tanden. En dat zijn deze van Purelic. Ik ga nu even de weekvlog editen. Ja, weekvlog is nogal kut, want het is half film, half telefoon gefilmd, half vlogcamera, wat ik natuurlijk gezeik had met mijn vlogcamera. En verder heb ik eigenlijk niets op planning vandaag staan. Wel heel leuk. Aankomend weekend ga ik lekker een weekendje weg met de meiden. Daar heb ik echt veel zin in. Daar kijk ik echt naar uit deze week. En ik heb vanochtend een deadline. Daar heb ik gisteravond de hele nacht nog aan gezeten. Dus daar ben ik ook lekker van af. Ik voel dat dit een leuke week gaat worden. En ik heb zoveel zin in deze week. En we beginnen de week altijd met positieve vibes en energie. Want als je de week kut begint, dan gaan we gewoon niet lekker de week starten. Dus we gaan gewoon lekker positief de week starten. Morgen komen ook spullen binnen van Xenos samenwerking. Heb ik super veel leuke Halloween spullen besteld. Want ik ga een Halloween feestje geven. Maar dat laat ik morgen allemaal zien. Timer voorbij. Ze mogen eraf. Boe. Ook wilde ik even dit super leuke mondkapje laten zien. Deze is echt leuk. Zoals jullie mij kennen, vergeet ik altijd mijn mondkapjes. En deze verkoopt Isabel nu ook op de website, op Labella. Dus heel erg leuk. Wil je nog een leuk mondkapje? Vergeet zeker deze niet te checken. Want nu denk ik van, oh ja, nu heb ik een leuk mondkapje. Die moet ik niet vergeten. Oh my god, ik zit in de auto. Want ik wil even een nieuwe foundation en mascara halen. Het begint gewoon keihard te regenen. Nu moet ik zo meteen de kutauto uit. Oh, godverdomme. Hier heb ik echt zo geen zin in. Kijk dit nou. Echt, wat een kut weer. Ik zit er niet goed van. Ik ga altijd voor één mascara en dan kom ik terug met de hele winkel. Klein probleem van mij. Ik ga nu lekker naar huis rijden en dan ga ik alles laten zien wat ik heb. En ik moet echt de weekvlog gaan editen, want het is inmiddels alweer 4:15. Ik heb een aantal dingetjes gekocht. Helemaal niet heel veel, maar ja, ik zou voor één mascara eigenlijk gaan. En eigenlijk wilde ik een andere foundation kopen, gewoon een keer een dure. Maar ik heb er letterlijk nu één nodig, want hij is gewoon op. En anders moest ik weer helemaal naar Alphen rijden. En dan kon ik gewoon hier in de buurt. En dan heb ik allemaal weer dit kleuren gezeik. En ik weet niet welke kleur ik heb, bla bla. Maar ik gebruik altijd deze mascara. Dit is echt mijn favoriete mascara ooit. Hij werkt echt gewoon super goed. En deze heb ik altijd. Die was op, dus die had ik niet meer nodig. Dan heb ik gewoon een foundation van Catrice. Nu, ja. Ik hoop dat dat een goede kleur is. Hij is heel liquid. Zeg maar, heel waterig. Hij ziet er wel goed uit, denk ik. Ik heb deze trouwens in de kleur warm beige. Dus dat zou vast wel goed zijn. Dan zag ik deze bij André Leon 1+1 gaat. Nee, tweede voor de halve prijs. En ik heb echt een mousse nodig voordat ik mijn haar ga feunen. Ik ben nu dus gewoon zo uit de douche gekomen en niks met mijn haar gedaan. Dan zit het zo.
Maar ik wil gewoon, als ik het ga feunen, gewoon even een goede mousse. En ik heb altijd van deze lijn, van de Big Volume lijn. Ik wil het altijd ruiken. Oh, ik hou van het. Nou, oh. Het ruikt heel lekker. Dus, en ik vind het altijd de goede lijn. En ik had daar ook nog een volumepoeder van. Maar die ben ik kwijtgeraakt. En ik kon hem echt nergens meer vinden. Dus ik had gewoon een nieuwe. En dat was toch tweede voor de halve prijs. En die volumepoeder gebruik ik ook heel vaak. Dat gebruik ik eigenlijk normaal elke dag. Dat doe ik gewoon een beetje op mijn hand. En doe ik gewoon een beetje zo. Bij die plukjes hier. Dat die wat meer volume krijgen. En dan zag ik bij de kassa weer een luchtje staan voor 5 euro. Toen dacht ik, ja. Ik ging hem even ruiken. En hij was best wel lekker. En ik vind het soms gewoon chill om gewoon even een luchtje te hebben. Wat ik zeg maar gewoon opdoe als ik bijvoorbeeld even snel wegga. Dat ik gewoon even een luchtje op kan doen. Het is gewoon zo'n luchtje van de kruidvat. En hij rook echt best wel lekker. Nou, het ziet er gewoon zo uit. Toen dacht ik. Dat ik gewoon even zo. Ja, dat is gewoon lekker. Dat ik gewoon even zo hup, op kan sprayen en weg kan gaan. Gewoon een goedkoop, ja, luchtje, ja, ik vind het gewoon wel chill. Maar dat was het eigenlijk alweer. Sorry, maar dit is echt heel raar. Ik zit hier gewoon letterlijk achter mijn laptop. En opeens heb ik niet gaat de waterkoker aan. Dat is toch raar? Ik vind het echt heel raar. En dit licht doet het ook opeens niet meer. Ik heb lekker dit gemaakt. Wrap met kip en sla en saus. Dat ga ik even lekker opeten. Ik heb gegeten. Ik heb lekker een koffiejon op. Ik ga nu de scooter op. En dan ga ik vandoor. Ik ben terug van de meeting. Het komt allemaal steeds dichterbij. En steeds meer. Nu. Ik weet niet wat ik wil zeggen, maar ik heb er echt super veel zin in. Ik ben echt benieuwd. Ik ben nu aan het editen. En morgen ga ik de hele dag naar school. Echt super goed. Gewoon ja, aan school werken met mijn groepje en zo. En super chill. En in de avond ga ik alle spullen van Xenos laten zien als ze binnengekomen zijn. Dan ga ik ook nog lekker Love Island kijken. Want I love it. Sowieso een nieuwe aflevering. Can't wait. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik zou naar school gaan. Ik ga ook naar school, maar ik had weer verslapen. Dus ik moest weer stressen, veel te laat. Ik had echt letterlijk 10 wekkers gezet, maar ik werd gewoon niet wakker. Dus nu gaan we met OV naar Amsterdam. Nou, ik zit nu in de trein met het hele mooie mondkapje. En ik dacht, ik had mijn trein gemist. Ik dacht, nou ga ik even koffie halen. Het ging 3,50 euro. Zo klein. Het is gewoon één slot. Een goedemorgen, dames en heren. En we zijn zojuist vertrokken vanaf Schiphol Airport richting onze eindpunt. Nou, ik ben nu op school en we hebben gewoon een heel klaslokaal voor onszelf. En nu hebben we op het bord, dit is Stacy, hebben we op het bord een les aangezet. Ik ga dit elke dag doen. Leuk, jongen. Elke dag hier zitten. Maar het ligt er even uit. Oh ja. Nou, ik ben nu weer nog steeds op school. En we zijn nu even hier gaan zitten. Ik ben met Betoe. Hi. Hi. En ik heb lekker een tostietje met hete kip en kaas. Echt love it. Dit was echt mijn leven toen ik nog op school zat. Ik ben thuis. Ik zie er echt niet uit gewoon. Oh my god. Maar er is een heel, heel leuk pakketje binnengekomen. Namelijk een mega doos van Xenos. Oh my god. Dat is echt niet normaal. Ik ga hem zo uitpakken en unboxen. Ik heb fucking leuke dingen besteld voor mijn Halloween feestje. En ik kan niet wachten om het allemaal te zien. Dus ik ga het zo meteen allemaal uitpakken en unboxen. En everything. Oeh, dit is echt leuk. En nu uitpakken maar. Oeh. Ik heb even een leuke setup gemaakt. Dat ik alles goed kan unboxen. En ik heb mijn stiekem ook een beetje opgemaakt. Ja, sorry. I'm that extra. Niet normaal. Grote doos. Van de XL. Het is echt te gek voor woorden. En ik kan niet wachten.
Ik vind het echt super stom dat Halloween zo klein in Nederland is. Want ik hou er echt van. Ik vind het geweldig. Ik ga ook een Halloween feestje geven zoals ik zei. En ik heb daar allemaal spullen voor besteld. Dus dat ga ik laten zien. Maar voordat Halloween is, want het is natuurlijk nog maar 6 oktober. Dus het duurt nog 3 weken. Wil ik mijn kamer helemaal Halloween maken. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het echt... Ik hou van kerst, van Halloween, van feestjes, met thema's. Ik vind het helemaal leuk. Oké, dus er is ook een superleuke giveaway bij deze samenwerking. En dat is namelijk dat jullie 50 euro shoptegoed kunnen winnen bij Lixenos. En dit zou precies over een week bekendmaken. Het is een YouTube winactie, dus je moet abonneren op het YouTube kanaal van Lixenos. Dat staat in de beschrijving en op mijn YouTube kanaal. En geef ook gewoon een duimpje omhoog en plaats een reactie in de comments. En dan neem ik contact met je op. En dan heb ik je e-mail nodig. En dan gaat Xenos contact met je opnemen. Oké, ik heb eerst... Oh my god. Dit is... zo leuk. Als ik dit zie, wil ik gewoon nu dit feestje. Dus ik ga er maar gewoon snel doorheen. Als eerst heb ik... Dit is echt heel leuk. Dit zijn van die spinnenwebben met spinnen erin. Spinnenrag. En deze heb ik 5 keer. Want ja, ik wil natuurlijk wel gewoon op een groot oppervlakte dat allemaal hebben. Dus dan kan ik daar veel mee versieren. Dan heb ik gewoon een rood tafelkleed. En deze is tegen water. Dit is gewoon handig voor over de tafel waar alle drank en alles komt staan. Dan heb ik pakketten voor wijnglazen. Nou, dit gaan we natuurlijk niet met echt glas doen. Want het gaat alleen maar vallen en kapot en whatever. Oh my god, dit vind ik echt heel leuk. Dit is nep bloed. Ik weet niet of je dit echt kan drinken. Ja, dit is gewoon siroop. Hier kun je gewoon... Oh my god, dit wist ik niet. Hier kun je gewoon limonade van maken. Jongens, dit wil je. Ik vind dit echt zo leuk. Dit moet me echt denken aan de Vampire Diaries. Ik weet niet of iemand de Vampire Diaries heeft gezien. Dan heb ik gewoon van die Halloween bekertjes voor chips en nootjes. En weet jij veel wat je erin gaat doen. Dan heb ik hier gewoon een lampje. Oh, ik dacht dat deze veel groter zou zijn. Maar het is gewoon een klein lampje. Oh, kijk. Dit geeft allemaal lichtjes. Oh, en dit vind ik echt heel leuk. Dit zijn van die snoepemmers. Met een... Ik heb er 3 volgens mij. Met een asloempoempoen. Dus, maar hier kan je allemaal snoep in doen. En dat je lekker snoepjes kan pakken en graaien. En echt vet leuk. En dan heb ik ook natuurlijk heel veel snoep besteld. En dit zijn allemaal Halloween snoepjes. Ik heb hier oogvallen. Die heb ik 2 keer. 2 keer doodshoofden. Skullpot rings. Oh, dit zijn ringen. Oh, daar heb ik er 3 van. Dan heb ik... Oh, nog eye care eyeballs. Daar heb ik er dus 3 ook van. Dan heb ik Halloween ring lollipops. I don't know. Gewoon Halloween... Heb ik hier allemaal lollies. Oh, oh. Allemaal lollies. Dan heb ik ook dit superleuke mandje. Hier kan je ook gewoon weer snoepjes en everything in doen. Gewoon op de tafel. En dan heb ik allemaal kleine spinnetjes om overal op te hangen en neer te gooien. En dan heb ik hier... Glow in the dark spinnen. En deze zijn dus glow in the dark. Oh my god! Ze doen het! Kijk hoe leuk! Dit is echt vet leuk. Oh my god! Dit is vet grappig. Ik heb hier ook zo'n raamsticker met een hand. Leuk. Oh ja, en dan heb ik deze duivelsoren. Ik dacht, die is gewoon leuk om neer te leggen. En misschien wil ik zelf wel als duivel. Hoe kan ik deze opdoen? Nog gewoon heel mooi make-up en een leuk jurkje en allemaal bloed. Halloween servetten. Om het leuk mee aan te kleden. Heb ik hier gewoon 2 van die grote zwarte schalen. Dat ik een keer met hapjes rond kan gaan voor al mijn leuke gasten. Dan heb ik slingers. Slinger van vleermuizen. En dit is gewoon leuk
om op te hangen. Ja, om er gewoon wat meer sfeer te creëren. En deze zijn 2 meter lang. Ik heb er 5. Wow. Ik heb er 5. Zodat ik er lekker veel kan gebruiken. Dan heb ik hier rietjes. En deze heb ik gewoon in het goud. Bekers. Voor de drank. Oh ja, leuk. Heb ik hier allemaal lampionnetjes. Hier 4 pompoenlampions. En deze is ook gewoon natuurlijk vet leuk om op te hangen. Heb ik hier. Oh. 3 stuks per ding zitten hier. En dit zijn zo'n swirl van spookjes. Ook heel leuk dat je kan ophangen. En een Halloween guirlande nog met doodshoofden. Jongens, je wil niet weten hoe valt hier toch op. Heb ik hier nog wat enge insecten, oogballen, vingers. Wat de boel mee te versieren. Dan heb ik ook allemaal nep bloed. En dit vind ik echt geweldig. En hier ga ik gewoon dingen bloederig mee maken. Mezelf voor mijn Halloween look gebruiken. Dus dat is ook vet leuk. Dan heb ik hier nog andere slingers. Met allemaal andere soorten Halloween figuren. Dan heb ik hier een super leuk spinnenweb met verlichting. Dan heb ik hier nog meer verlichting. Want I love verlichting. Huh? Hier zitten nog meer rietjes in. En dan heb ik hier. Oh my god. Zo leuk. Trick and treat. En deze heb ik 3 keer. Dus 3 keer. Oh. Huh? Heb ik hier allemaal fucking grappige oogballen. Oh ja joh. En dan heb ik hier. Nog meer lampjes. Hier nog glow in the dark ratten. Heel veel zwarte en zilveren ballonnen. Hier ledlampjes voor in ballonnen. Ik heb 4 pakjes en deze ga ik in de ballonnen doen, dus dat er licht uitkomt. Maar hoe leuk, dan worden de ballonnen helemaal gekleurd. En dat was het allemaal. Maar ik ga nu alles zoveel mogelijk wat ik voor kamer kan gebruiken in mijn kamer doen. En de rest ga je natuurlijk zien als ik het feestje ga geven. Vergeet ook zeker niet mee te doen aan de winactie. Als je €50 wil winnen om ook allemaal van deze leuke spulletjes te kopen. Dan moet je abonneren op het YouTube kanaal van Xenos en op mijn kanaal. En yay! Oh my god guys, ik ben zo fucking hyped! Kijk hoe leuk dit is! Dit is echt geweldig. Ik heb hier deze dingen staan. How cute. Dan heb ik dit hele leuke spinnenweb. Deze is echt mega groot. Ik moet alleen even kijken waar ik hem ga hangen. Het kan zo knipperen. Ja, het kan eigenlijk van alles. En dan dit is the best thing ever. Dit zijn die zilveren ballonnen met die lampjes erin. En ik heb hier 40 stuks van. Dus ik kan gewoon 40 ballonnen met zo'n lampje vullen. Hoe leuk is dit? En dit ga ik denk gewoon allemaal aan het dak hangen. Maar dit is echt amazing. Dit wordt zo fucking leuk. Zal je 40 van die ballonnen aan het dak hangen? Dat is toch geweldig? Ik vind het zo fucking leuk worden. Oh my god. Ook heb ik dit mandje met allemaal snoepjes gedaan. Oh ja, ook heb ik hier een zo'n emmer met allemaal van die oogballetjes gedaan. Oh my god, dit is echt vet grappig. Ik dacht, ik ga dit spinnenspul eens ophangen. En je kan dit dus helemaal uit elkaar trekken. Alsof het echt van het spinnenweb is. Want kijk hoe leuk je dit hiermee kan decoreren. Deze lampjes zijn ook echt vet cute. Deze zijn ook echt leuk om op te hangen op het feestje. En staat trick or treat. Al bijna 11 uur. Het is echt laat al. Ik ga denk ik gewoon lekker mijn make-up afhalen en slapen. En ik probeer weer een beetje actief te zijn op TikTok. Dus als je me nog niet volgt, follow me. Het is gewoon @SarahVervoort. Morgen! Het is vandaag woensdag. En het is 9 uur. Ik ben 8 uur mijn bed uitgegaan. Want ik ga mijn nagels laten doen. Bij @ivana.nails. Ik zal het hier neerzetten op Instagram. Ja, ze had gevraagd of ik langs wilde komen. Dus super leuk. Het is bij mij hier in de buurt. Dus dat scheelt. En dan ga ik zo meteen lekker heen op de scooter. Ja, het is gelukkig lekker droog. Weer een beetje enigszins mooi weer. Want het is echt zo slecht geweest. Deze leuke trui aan van By Your Fashion. Dan deze leuke mom jeans of boyfriend jeans van
Bershka en deze leuke laarsjes. Super cute. Ik doe deze jas erbij aan. En ik heb dit leuke tasje. Maar that's the outfit of today. Zo leuk als ik net zeg dat het echt super mooi weer is. En echt top weer om op de scooter te gaan. Begint het echt keihard te regenen. Dus dat wordt met de auto. Ik ga echt niet door deze regen heen met de scooter. Dat is echt vet kut. Ik zit nu in de auto en het is echt kut weer. Dus ik ben echt blij dat ik met de auto kon. Maar ik ben er bijna. Ik haat wanneer stopt het met regenen. Het is letterlijk elke dag keihard aan het regenen. Wanneer stopt dit? Nou, ik ben nu bij de nagelsalon. Ja! En we zijn bezig met mijn nagels. Het is nu zover. Super leuk. En ik ben bij Ivana, toch? Ja, bij Ivana, ja. En ja, ze is net begonnen. Super leuk. Ja. En we hebben ook een superleuke actie geregeld. Dat als jullie ook hierheen komen, dat jullie met een kortingscode kunnen komen vanaf mij. Je kunt een 10% korting krijgen met Sarah Verwoer 10. En dan moet je haar een DM sturen op de Insta. Ik zal het hier zetten en sowieso in de beschrijving. En dan krijg je 10% korting op jullie nagels. Nou, het zit erop. Het is echt super mooi. Het is in Babyboom. Echt super, super mooi. I love it. Thank you. Asje. Hi, ik zit in de auto. Het was super gezellig. Ja, zoals ik dus zei, kunnen jullie ook met korting, 10% korting bij haar nagels laten zetten. En het is echt super mooi gelukt. Ik ben er echt blij mee. Kijk hoe pretty. Het is zo'n mooie amber effect. Love it. Ik ben inmiddels een tijdje thuis en ik moest dus nog eten. En ik had heel veel zin in sushi. En ik moest nog een video voor zaterdag. Dus ik dacht, ik ga lekker sushi met mijn opnemen. Dus het is binnen. En dit was er echt super snel. Dus ik ga nu lekker filmen. Het is nu bijna 2 uur. En om 4:30 moet ik werken. Dus ik kan dan ook nog even de weekvlog editen. Maar ik ga lekker de mukbang opnemen. Oh. Ik knal uit elkaar. Ik heb zoveel gegeten. Cheats. Oké, ik ga nu video online zetten. Weekvlog voor vanmiddag. Het is een uur online, maar dat komt er goed. Oh my god, ik ben helemaal tijd vergeten. Het is gewoon al 4:50. Ik moet nu heel zo gaan, want dan kom ik veel te laat. Oh my god. Right, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Ik heb net even gegeten. Mijn moeder had lekker hutspot gemaakt. Dat vind ik echt lekker. Lekker met rookworst. Ik ga nu de video editen die ik vandaag heb opgenomen. Want morgen heb ik daar geen tijd voor. En vrijdag ook niet. Mijn moeder heeft deze hele leuke pluimen gekocht voor op mijn kamer. Echt vet cute. In dit vaasje. En ik heb nog een ander zwart tafeltje. Die is mijn vader nu aan het verven. Dus dat is echt heel leuk voor de herfst. Morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ja, ik ben vanochtend om 8:30 met Isabel een rondje gaan lopen. En toen was het keihard aan het regenen. En toen zeiden we, joep. En toen ben ik weer in slaap gevallen. Like always. Het is nu 11:15. Ik ben me aan het klaarmaken. Ondertussen Love Island aan het kijken. Ik ga zo even naar beneden. Koffie drinken. Het is inmiddels 2 uur. Ik heb net de hele tijd video geëdit. En die ben ik aan het uploaden. Dus daar ben ik bijna klaar mee. Ik heb lekker eten gemaakt. Ik heb lekker een eitje en een broodje met kipgeworst. Nou, het is inmiddels 4:30. Bijna is welkom ophalen. Want dus je moet ook werken. En het is echt... Nou, ik word gewoon niet goed van het weer. Ik wil... Dat is gewoon regen, weet je. Als het koud is, prima. Maar die regen word ik echt niet goed van. Ik heb nog een beetje aan school gewerkt. En nou, gewoon zo meteen natuurlijk echt werken. Lekker in het weer. Ik heb lekker een dikke trui aan. Love it. We zijn lekker klaar met werk. Joost! Oh, we kunnen niet wachten tot morgen. Morgen gaan we een weekendje weg. Maar we moeten eerst bezorgen. Oh. Ja, we moeten eerst... Zo, waar ben ik overbelicht dan? Ja. Eerst bezorgen. Maar dat... Nou, dan is gewoon zo van bijna het weekend in zicht. Ja, maar zeg maar, we gaan overdag al beginnen. Ja. En overdag is fucking chill. Ja, we gaan gewoon zo... Maar het is wel fijn dat mensen niet thuis zijn. Dat... Maar ja, het is wel vrijdag. Het is wel een dag dat veel ouders gewoon thuis zijn. En ouderen zijn sowieso thuis. Dat is wel zo. Maar ja, ik ga lekker naar huis. Lekker eten. Ik ga kaasburger eten. Oh, lekker. Ik... Wat eet ik?
Oh ja, ik ging natuurlijk even naar huis. Even stiekem een beetje al eten. Niet. Ja, ik ben gewoon even naar huis gegaan. Pastaatje, ja. Lekker met kaassaus en ham, dingetjes erin. Ja. En ik ga zo mijn tas inpakken voor het weekendje weg. Ik ook. Woep, 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 woep. Kan niet wachten. Nou, hoi. Oh, pauwpers. Lekker bezig. Godverdomme. Ik heb een lekker gebakken aardappel, een kaasburger en bietjes. Nou, oh, die zijn ook wel bijna klaar. Lekker hoor. Oké, nee, toen ben ik helemaal rood. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. Zo leuk. Yay. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Nou, zoals ik gisteren zei, moet ik vandaag de hele dag werken. Dus ik heb even klaargemaakt. Ik heb gewoon een trui en een legging letterlijk aan. Ik heb even deze jas mee en ik heb al mijn spullen ingepakt. Past allemaal weer niet. Maar, oh kut, ik moet mijn kussen nog meenemen. Ja, ik word zo opgehaald door Isabel en dan gaan we werken. En ja, uit werk gaan we gelijk door. Dus, het is allemaal weer gehaast. Nou, het is precies avond en we zitten er helemaal doorheen. We hebben zo hard gewerkt vandaag. Ik heb niet normaal, ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. Ja, ik zie er niet uit. Ja, het is normaal hard. Ik moet die klemmen. En jongens, het zijn nu pas klaar. We hebben de hele dag gewerkt en het heeft gewoon niks geholpen. Het heeft niet geholpen. We zijn alsnog gaan, we waren om 8:30 klaar. Ja, het is echt kort over 8. Nou, we zijn nu bij de McDonald's. We hebben fucking veel spel. Ja. We hebben echt... Slaat echt nergens op. Jongen, wat zit iedereen te haten? Waarom haat iedereen op? Iedereen haat ons! Nou, iedereen haat ons. Nou, mijn hele tasje is leeg. Leeg. Jongens, wij houden al even elkaar. Wij zaten net echt in de auto te zeggen van... Wat moeten wij zonder elkaar? Echt... Als jij niet bestond, dan was ik mezelf gek. Zou ik echt gek hoor. Nee, inderdaad, als ik zo zit te janken of schreeuwen, dan ja, is het gewoon logisch. Doe ik gewoon mee. Oh, maar ik ga zo laten zien wat allemaal hebben. En we gaan Love Island kijken onderweg, want we moeten weer rijden. Remco, mensen, wie voor wie Love Island kijkt, wat? Ik ga hem kopen. Remco! Hi. Ik heb gewoon van die jank. Hey. Maar, oh my god, Remco! Ja, wat doet hij? Hij heeft gewoon een vriendin volgens mij. Ik ging nog die comments lezen. Allemaal bekende Nederlanders gingen erop reageren. Dat is echt een vriendin, hè? Ja. Maar hoe zullen we hem in Love Island? Want je weet niet dat je weet nog niet dat je gaat winnen. Nou, voor de fame dan. Voor volgers. Hoi. Ja, ga betalen dan. Oh ja! Sorry. Ja, gek. Alles doet het bij mij niet. Ja, alsjeblieft. Je zou ook eens met een reclame van de McDonald's. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dankjewel, werk zo. Hetzelfde. Weet je wat de McDonald's dat nou weer? Ja, dit is echt niet normaal. We hebben allemaal een bom van het eten aan die ruikt die spicy al. Ja. Ga niet schakelen. Doe eens even dat raam dicht, joh. Ja. Nee, ja, we gaan wel heel even zitten. Ja, want anders kun je zitten. Ik zit al. Oké, we hebben als eerst 2 keer 6 kipmiddag. Spicy. Zij wilden niet 9 nemen, want het was te duur. Nee, ik wil meer. Dan heb je meer voor hetzelfde geld. Oh. Oké. Breng me wel je zooi in de kipmiddag. Dan heb ik een cheeseburger. Zo mogelijk. Nou, Big Mac. Hey. Oh, hij is uitgevallen. Nee. We zijn allemaal zat hier. Nee. Waar zijn dan die uien dan? Ja, die ligt hier. Die uien. Hij is er gewoon uitgevallen. Hoe dan? Oh, ja. Dit is wel echt. Dit is echt beter dan. Dit is echt dik. Die wil jij hebben. Dan hebben we. Heb ik nog een. Chili chicken zonder chili saus. En dan doe ik dat lekker met frietsaus. Dank je. Elke bestelling. En daar hebben we ook nog een frietsaus bij. Ja, ik hou echt van de frietsaus.
Oh ja, dit is handig zo. Ja. Nou, dat was het. Oh nee. Ik heb geen frietjes, want daar hou ik niet van. Wat? Ik zak. We hebben vandaag echt niks gegeten gewoon. Nee, net alleen nog een soort pasta salade. Maar ja. Ja, maar dat is ook geen... Dat hoef ik niet. Oh. Dat heb jij toch? Kijk, je kan hem hierin doen toch? Ja. Is het daar echt voor gemaakt? Dat weet ik niet. Denk ik niet. Edgy. Ga eens maar drinken. Hier. Oh. Waar is Marietje dan? Die heb je niet. Ah joh. Dat is af en toe mijn rietje. Je kan hem ook hierin doen. Nee, maar. Mm. Slok. Die kleine friet. Je hebt geen friet. Fris. Oh. Dat weet zij weer hoor. Oh, die spicy. Ja, die stond op het bord. Oh, dit is echt leven. Ik had al genoeg met één cheeseburger eigenlijk. Ik heb ook al genoeg met één burger. Maar als je daar staat, dan kan je het niet normaal doen. Nee. Nou. Dat is echt lekker. Ja. Wat een naad. Zo. Zo. Hoe kom? Ja, en hebben ze toch die... hebben ze toch die saus erop gedaan. Maar dat vind ik zo vies. Ja, joh. Ik zeg nog, ik wil een chili chicken zonder saus. Snap je dat, zeg jij nog? Zonder die saus, ja. Dat zei ik nog. Zij. Ja. En dan ben je oké. Ja. Maar dat stond toch niet bij de beschrijving, zeg maar. Ja, zie je, daar gaat het wel fout. Die mensen snappen echt niet wat ze aan het doen zijn daar. Zegt hij ook? Ja, daar moet ik helaas wel geld voor rekenen. Dat is altijd zo, toch? Voor die saus bij je kipnuggets. Ja. Nou. Nah. Misschien weten we dat niet. Mmm. Dus ik krijg straks vaak klachten over wat ze niet weten. Nou. Ik vind eigenlijk wel dat je korting mag krijgen. Ik kies geen andere saus, maar wel friet. Moet je daar maar. Ik krijg het echt niet op hoor. Nee, ik zit nu al vol. Ik ook. Ik heb nog een burger en nog een bak kipnuggets. Doe, moet ik altijd het hele menu bestellen als ik daar sta. Dan kan ik het niet bij één ding houden. Nee. Ik kan niet eens honger hebben. Ik ook niet, ik pas salade. De boogschuld had. Ja. Mm. Dit weer. Ja joh. Ja joh, joh. Ik ben aangekomen in het huisje. Hey! Hallo! Nou, ik geef morgen wel een house tour, want wij zijn echt super laat aangekomen. We zijn hier lekker aan het zuipen met de meiden. Hey! We hebben lekker ontbijtje. Zo. Ik wil er echt niet op. Niemand wil erop. De tafel is best wel beseft dat wij gewoon op hebben gesprongen, Lies. Dat die tafel niet is doorgezakt. Echt, hè? Kopper, jongen. Ha, lekker. Woehoe. Lekker opmaken met mij. Nou, ik ga zelf een house tour geven. Wat dan heb je ze niet kunnen. Auw, die thee is heet, joh. Ik vind het echt heel leuk. Ik wil het gewoon opdrinken, maar ik kan het. Je had gewoon dorst erin. Ja, en dat is het. Je kan het niet drinken. Is er... Nou, wat een drama. Ik denk ook even water met thee gaan doen. Dus dat ben ik dan echt geen spray. Nee, heeft er een fixing spray in die jij sowieso? Nee. Hè? Hè, shit, zij toch dit. Dit is de bom. Ja. Geen remmel. Nee, dat
Nou, Saar is bijna klaar met slikken. Ja. Saar, ben je bijna klaar? Alleen even wimpertjes. Wimpertjes. Hallo. Doei. Hallo. Lisa is geflikt. Gaat haar huis zorgen? Iedereen is eigenlijk geflikt. Gaat iemand mee in huis zorgen? Ja, ja, niet. Oh, het is echt een lip dat hij zo. Oh, ik denk zijn valt om. Hey. Reed opzij. Ik kan het niet. Jawel. Voor de mensen die mij in de video hadden gezien van Saar en iedereen zei dat ik chagrijnig was. Ik ben niet chagrijnig en ik ben ook niet stil. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen als ik voor een camera ga zitten. Dus ja. Ik weet niet wie dat had gecomment. Wow. Heel de video. Ik weet niet wie dat had gecomment. Woe. Maar ja, ik ben niet echt chagrijnig van mezelf. Nee. Het is gewoon niet. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest zeggen. Maar goed. Joh, dat is toch... Kom! Dan weet je het. Hé, dan ben je... Gaat het uit? Oh, ik ben nog een rode knop indrukken. Je moet een lijm of zo. Hé, hey, kijk wat ja, ik heb gedaan. Ik heb ook goud gedaan. Vind je het ja, ik weet het. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Jongens, word ik nou gek of zit één wimper heel raar? Deze? Nee. Kijk, dit is ik schil kijk. In ieder geval, ik ga even een house tourtje geven. Hier kom je binnen. En dan heb je hier de eerste badkamer. Hier hebben we een slaapkamer van Sil en Zoe. Isabel en ik zijn ergens in een fucking gare kamer geduwd. Dat is echt oneerlijk. Wij liggen hier met z'n tweeën op zo'n kutstapelbed. Nou, dan heb je hier... Oh. Je moet even de lange spiegel hebben. Die zit hier. Kijk hè. Oh, we hebben bijna hetzelfde aan. Een soort van. Ja, ik heb ook dat jasje aan. Nou, dit is de keuken. Dat is Ezoi. We zitten echt niks te doen. We hebben hier nog de echte keuken. En allemaal drank. En een beetje frisdrank en zo. Isabelletje, mijn moppie. Hi, zusters. Dan heb ik hier mijn koffer. Weer de woonkamer, open haartje, tv'tje, mooie kerstlicht en dan weer de trap naar boven. Dan heb je hier de gang. Dan heb je hier de kamer van Nina en... Wie liggen hier nou? Lisa. Hier is een mega kamer van... Wie liggen hier? Ja hoor, waar lig ik nou weer? Wij zijn echt zielig. Dan hebben we hier de badkamer nog. Hé, hey, waar is die derde badkamer dan? Oh, dat dacht ik. Nou, het is echt een super mooie view. Dit topje aan van de Bershka. Broek van de H&M. Bershka van de... Nee, niet. Ja, dat was het. We gaan even het huisje uit. We gaan even wat doen in ons leven. En we gaan foto's maken. Want we dachten, ja, leuk tijd voor leuk is een fotootje. Waar zijn die andere meiden nou? Oh, goed, daar. We zitten in de auto. Ja, dit is heel kut. We zitten echt met z'n vijf op elkaar gepropt. Isabel, wat ben je aan het doen? Nee, nee, nee. Ja, we gaan nu echt middel. Isabel! Zit je vast hoor. Nee, ja, maar ik kan toch niet? Je kan toch... Ik kan draai hier achteruit. Die kan toch niet? Maar we gaan... Nee, we gaan even gezellig een drankje doen. Nu gelijk en we die kant op draaien. Fucking lekker ja, maar sushi dus... bestellen bij Shabu. We gaan lekker borrelen nu. Nina is een keer nuchter op de vlog. Nu, nu. Gewoon, de, ja, even... nee, we gaan lekker borrelen nu inderdaad in Apeldoorn. Woe, ja, dit gaat goed hoor, Is. Ja, goed. En gaan we lekker sushi halen om 6:15. Ja, ja, lekker. We gaan hier lekker een drankje doen en we moeten dus apart van elkaar zitten. Ja, wij zitten hier met z'n tweeën aan de tafel. En daar zit de rest. Hey, gaat goed? Hey, hallo. Hallo, was het? Ik ga echt stuk, wij zitten hier met vet random. Jongens, we hebben de sushi gehaald. Het is winterdrop. Hey, waar zijn jullie? We hebben echt niet normaal veel dit en deze tas en deze twee tassen. Oh, dus zijn nog bij de parkeergarage. We hebben de sushi. Okay, we hebben nou extra gember. Ja, zo, we hebben een hele bak sojasaus. Wat zijn dat voor dat heb ik nog nooit gezien. Normaal is het altijd of in een bakje of in zo'n... Ik zal de enige wat we hebben aan... Nien, kijk dit. Oh ja, goed. Hele bak. Ik vind echt zo vies. Ik vind het lekker. Lekker, maar ik vind het echt niet lekker. Ik vind het zo lekker. Hoe? Zo lekker. Oh, ik ga gewoon al eten hoor. Fuck hun. Oh,
niet. Nee, tuurlijk niet. Hey, dit is die Dragon Roll. Sorry, zoals die we hadden. Nee, hier. Gast, die roze is niet normaal. Dit is de best. Echt? Ik heb dat nog nooit op, denk ik. Heel lekker. Dus Dragon Roll. Dit is een Dragon Roll. Hey, hoe lang? Het was niet eens zo lang geleden. Het wordt niet koud. Ja, maar dit is allemaal warm. Ja. Dit is allemaal koud. Bedoel. We moeten nu wachten op Isabel, want die komt niet met de auto aan. Ik heb echt van die wimpers op, zeg maar, als ik uitga in... We staan even in de regen, dus... Mag met mij op vakantie, jaar. Ja, het mag, het mag. Alles mag. Ik dacht vandaag dat ik mijn haar had geverfd, want Sil had een foto op de Insta gezet. Met een filter dat ik wit haar had. Ik wil echt dat haar. Op die filter, want ja. Maar Sil gaat wel mijn haar verven binnenkort. Ja. Echt leuk. Hoeveel weken is het nou? 2 volgens mij. Na de vakantie, vrijdag. Ja, het is niet het volgende week gaan weten. Ja. Can't wait. Nou, we hadden zoveel honger dat we opeens bedachten, we hebben helemaal niet gevlogd. Maar we zijn lekker aan het eten. Is wel. Ja, nou, het is nu al avond. We zijn lekker uitgegeten. Zoveel. En we zijn nu een beetje aan het zuipen. Oh, we gaan een shotje doen. Oh nee, ik ben blij. Wacht, hier staat hij. Maar ik lijk op een vent. Nee, het was een grapje, schat. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, we zitten allemaal een beetje aan je debben. En ik moet foto's maken van Lisa en Nina. We gaan een shotje doen voor de vlog. Ja. Nu lijkt het niet meer spontaan. Ik haat Rocket Shot. Ja, we hebben niks anders. Ja, of Cardi. Oh, gadverdamme. Ja, dat is echt te fel. Zo, tering. Ja joh, weet je, ik doe dit gewoon. Oké. Okay. Nou. Wacht, zit ik nou een shot zonder? Ja, ja. Ik kom zo. Deze is gebroken. Er zit een scheur in. Nou, snel, zuipen, snel. Ja, snel. Ik ga wel echt niet van roken. Deze vind ik niet. Ik ga helemaal op de klem zijn. Ik ga helemaal naar de stiefjes. Helemaal naar de tering. Je nu lijkt je op een pauw. Ben je moe? Wat ga jij dat? Wat is voor jou niet? Wie heb ik aan? Nien! Hallo? Hoi? Hoi? Oh! Mijn telefoon. Hij hebben wimperlicht in de vaatwasser. Waar is die andere dan? Ligt die in de vaatwasser? Alle dingen uit mijn. Nee, ik heb nog een andere. Oh, is dat dat kut? Ik ga even een bordspel halen. Wat? Ik weet niet of dit nog kan hebben. 2, 1, hut. Hut. Ja, link op groen. Ik heb een lekker macroketje. Yeah. En kipnuggets. Het is echt heel erg goed. Goedemorgen, het is alweer maandag. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Ik was zo intens moe, jongens. Dat was echt niet normaal. Ik heb de hele dag geslapen. Echt gisteravond de finale van Love Island gekeken. Dat was wel echt super leuk. Echt geweldig. Spoiler. Dat Joan en Mert hebben gewonnen. Ik was ook voor hun en ik vind hun geweldig. En ik vind ze zo leuk. En ik vind het echt leuk dat ze hebben gewonnen. Maar ik ga hier weer de vlog afsluiten. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En op mij te abonneren. En ja, dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!